Een delegatie van de Goddebank bestaande uit directeur Percy Kleenem en senior relatiebeheerder Loes Robinson heeft op 23 januari een bezoek gebracht aan minister Ildis Polak-Biegli van Buitenlandse Zaken. Het doel was het verdiepen van de relatie tussen de publieke en particuliere sector met de focus op de diaspora. Gelet op de recente oliefonds en gasvoorraden geeft de minister aan dat door samenwerking met het bedrijfsleven invulling kan worden gegeven aan de economische diplomatie. Vanuit de zijde van Goddo is positief gereageerd op de prioriteitsgebieden van het ministerie van BUSA. Het aspect van samenwerken staat centraal voor de bank. Goddo wenst zich met name te profileren als een dienstverlenende bankinstelling ten behoeve van de Surinaamse diaspora gemeenschappen.